maximaal zelfs kans op een hittegolf. Maar daar hoeven we van Gerrit Hiemstra niet alleen maar blij mee te zijn. Maar god, wat was het lekker deze zomer. Dan gaan we naar het weer. Gerrit, ik merk dat veel mensen volop snakken naar afkoeling. Nou, ik heb het hoofd aardig koel. Zeg, het waait hier een beetje, dus het is hier wel heel lekker. Echt heerlijk. In deze periode van 7 dagen is het nog nooit zo warm geweest. Deze auto's richting Scheveningen hebben pech. Ze komen daar niet verder. Zo'n toeloop hebben ze hier niet eerder meegemaakt. Wat denk je dan als je die files ziet? Sukkels. Het aantal warme nachten is in 20 jaar verdrievoudigd. Nou, morgen dus extreem heet. Ze hoeven het dit jaar niet te zeggen. We hebben geen zomer. Zondag, 34 graden. Wij zitten nu net te bespreken hoe we dat gaan overleven. Opnieuw tropische dag. Dat is toch niet, hè? Het blijft warm, Gerrit. Het blijft gewoon heet. Gerrit Hiemstra, weerman bij de NOS. Wat maakt deze zomer en kennelijk ook na zomer zo bijzonder? Nou, het is natuurlijk de derde zeer warme zomer op rij. Maar wat het vooral belangrijk maakt, vind ik, is dat het al zo geaccepteerd is. Heel veel mensen, eigenlijk, die begonnen zelf al mee, die vinden dit eigenlijk al heel normaal. Terwijl het meteorologisch gezien eigenlijk absoluut abnormaal is. Maar is het nieuwe normaal? Eigenlijk zou je kunnen zeggen, de zomer die wij dit jaar hebben gehad, ik denk dat die inmiddels al vrij gemiddeld is. Terwijl als je dat vergelijkt met de gemiddelde waar wij het altijd mee vergelijken, dan is het absoluut abnormaal. Maar we zijn wat we deze zomer hebben meegemaakt, is eigenlijk al gemiddeld geworden, bijna. En wat ook heel bijzonder is, is dat eigenlijk iedereen het al lang accepteert. Iedereen vindt het allemaal prima. Of prima, maar heel veel mensen die hebben zoiets van, ik vind het eigenlijk wel best. Ja, wat is het probleem, zou je daar bijna denken, toch? Nee. Terwijl als je natuurlijk een beetje op je laat inwerken, hoe groot het verschil is met vroeger, dat is echt ongekend. En past het nog binnen de modellen die klimaatwetenschappers hanteren, wat we nu zien, of gaat het zelfs daar overheen? Nou, er zitten inderdaad onderdelen in die eigenlijk niet in de modellen passen. Wat, zoals? Bijvoorbeeld de hitte tijdens de hoge temperaturen tijdens de periode met heet weer, die zijn eigenlijk veel sterker al gestegen dan dat verwacht. Het KNMI heeft er bijvoorbeeld ook onderzoek naar gedaan. Heeft er ook naar gekeken van hoe zit het nou? En dat gaat eigenlijk al, dat stijgt nu al uit boven wat er, laten we zeggen, 10 jaar geleden verwacht werd op dit punt. Ja, Angela, ben jij al zo woke dat je op een hele hete dag denkt, dat klimaat, het gaat helemaal mis? Ik denk dat Twitter nu heel hard lacht. Heel woke ben. Volgens mij ben je best wel woke. Ik denk dat ik net als de meeste mensen gewoon geniet van het feit dat we eindelijk eens een keer een goede zomer hebben en dat je spannend kan maken om met een bootje te gaan varen. Ja, precies. Dat is niet woke. Ja, nee, maar dat is het dus. Mensen die vinden het onnormaal dat dit soort zomers in Nederland voorkomen. Terwijl dat, laten we zeggen 20 jaar geleden of nog wat langer geleden, absoluut abnormaal was. Ja. En bijvoorbeeld het koele weer wat we in juli hebben gehad. Nou, dat was vroeger normaal Nederlands zomerweer. En nu regent het, klachten van wat is het toch koud. Terwijl het in juli, de temperaturen die we in juli hebben gehad, het weer wat wij in juli hebben gehad. Het is extreem, hè? De beelden van de bosbranden en de smeltende ijskappen, die gaan de wereld over. Ja. Over the last 10 years, sea levels have risen at an alarming rate. Biodiversity is reportedly declining faster than that of any time in human history. The reduction of Arctic sea ice cover and melting of the permafrost has accelerated during this year's heat wave. It means we can expect more extreme weather. This summer has been one of the hottest and driest. Since September, the combination of drought, unprecedented heat waves, and strong, gusty winds has created a recipe for disastrous fire conditions. On top of that, the smoke from bushfires generates its own weather, sparking thunderstorms, lightning, and strong winds, which create even more wildfires. With months of summer left, the worst is yet to come. Ja, dus dat heb je niet in de gaten als de zon gewoon schijnt in Nederland. Maar dit is ondertussen aan de hand. En dit is het beeld van San Francisco. Ja, als je deze beelden ziet, dat is op dit moment aan de hand aan de westkust van de Verenigde Staten. Dit is dus niet 's nachts. Dit is echt midden overdag. Hebben ze de lichten aan. Auto's rijden ook met de lichten aan. Het is alsof je constant in een soort mega zonsondergang zit. Ja. En dat komt puur door de rook die daar nu in de lucht hangt. Ja, en dat komt van die gigantische bosbranden. Van die bosbranden. En die bosbranden zijn ook een gevolg van de klimaatverandering. Nou, mede. De droogte.
Ja, ja, je moet wel oppassen met dit, ook dit soort beelden om het zo te dramatiseren. Want hè, heel veel mensen knappen daar ook op af. Hè. Dan word je ook als activist afgeschilderd. Ja. En bangmakerij krijg je dan vaak over je heen. Maar is dat een probleem? Want hou je daar rekening mee? Denk je, ik moet het niet zo zeggen, want dan komt mijn boodschap niet over. Maar eigenlijk is het wel zo. Nou, nee, kijk, als je alleen maar de excessen laat zien... Mm-hmm. Dan vergeet je eigenlijk de verandering die zeg maar binnen die excessen plaatsen. Mm-hmm. Die excessen zijn natuurlijk voorbeelden. Ja. Maar het is niet zo dat dit vervolgens altijd gaat gebeuren, weet je wel. Dus nee. Je moet daar wel wat voorzichtig mee zijn. Mm-hmm. Maar het neemt niet weg dat het natuurlijk wel signalen zijn van wat er gebeurt. Ja. Nou, daar doe je wel iets mee, want er zit wel een activist in je. Het feit dat we nu gaan praten over je huis. Nou, je deelt je huis met ons, waarvan je zou kunnen denken is behoorlijk privé. Laat het achterwege. Ik zou het toch niet activistisch willen noemen. Nee? Maar is dat vooral vanwege de connotatie van het woord? Want wat is er precies mis dan met activist zijn? In de zin van, je wil dan toch iets politiek veranderen. Daarom... activist heeft iets in zich van dat je de boel overdrijft. En dat je op de barricade staat. En eigenlijk het enige wat ik persoonlijk probeer te doen... is dat je niet is laten zien hoe het zit. Ja. Want zeg dat eens even hoe dat zit met jouw huis. Achter ons zien wij een duurzaam gebouwde woning. Je hebt soms mensen die willen een huis gaan bouwen. Ja. Dat is bij mij ook ontstaan en bij mijn vrouw. Samen hebben we dat op een gegeven moment bedacht. En tijdens dat proces is eigenlijk ontstaan van... eigenlijk zou het gewoon een duurzaam huis moeten worden. Want zo'n beetje 25-30% van onze CO2-emissie komt door... de manier waarop wij wonen en de manier waarop wij huizen bouwen. Bijvoorbeeld cementproductie is verantwoordelijk voor ongeveer 8%, 7-8% van de mondiale CO2-emissie. Dus als je daar iets aan wil doen en alle wetenschappers zeggen dat we er iets aan moeten doen, dan moet je ook de daad bij het woord voegen. Ja. En dan moet je zelf in je privéomgeving moet je het ook mee aan de slag. En dus ging Gerrit aan de slag met zijn de klapblok en de potlood. En ging je zelf dit huis ontwerpen? Nee. Ik heb het niet zelf ontworpen. Uiteraard hebben we daar iemand voor ingehuurd. Maar we hebben er wel heel veel over nagedacht. Van wat moet het dan worden? En een van de manieren om het te doen, dat is om een huis te bouwen van hout. En ook van biologische materialen. We hebben dan gekozen voor kalkhennep. Mm-hmm. Dat is heel onbekend voor veel mensen. Dat nog even, kalkhennep? Ja, hennep kennen mensen vaak wel, maar dan om een andere reden. Maar hennep, dat wordt ook geteeld voor vezels. Vroeger alle touw en zo werd van hennep gemaakt. En er blijft een soort restproduct van over, een soort schilfertjes. Dit is wat we hier zien, toch? Ja, dat is dit. Dat zijn die blokken waar het uiteindelijk van gemaakt wordt. En voor mijn idee, daar heb je de muren van gemaakt. Ja, dat klopt. En het mooie daarvan is bij het uitharden van dit soort blokken... Je moet het mengen, die hennepvezeltjes, met kalk en met water. En bij het uitharden wordt CO2 opgenomen. Dus het is niet alleen zo dat je CO2-emissie beperkt... maar je haalt er zelfs nog wat uit de lucht. Dus het is heel mooi materiaal en het heeft ook andere eigenschappen... waardoor het een heel fijn binnenklimaat oplevert. Dus je kunt van biologische materialen kun je dus een huis bouwen. En je merkt in de praktijk... dat dat voor heel veel mensen dat bijzonder is. Want iedereen is gewend aan stenen, metselen, weet je wel, dak erop. Je moest zoeken naar een aannemer, of? Uiteraard hebben we een aannemer gevonden. Maar je moest zoeken naar een aannemer die dit wil en kon. Ja, en je merkt als je ermee bezig bent, en zeker als je in het proces zit... dat dat best wel veel moeite kost om je poot stijf te houden... om zo'n huis uiteindelijk te kunnen realiseren. Want het is anders dan anders. En dat maakt het... in het hele proces heel erg lastig om het toch voor elkaar te krijgen. Ja. Mm-hmm. Het zou natuurlijk heel erg helpen als er opdrachten vanuit de overheid gaan... naar woningen die gebouwd worden, als dat op deze manier gebouwd zou moeten worden. Volgens mij hebben we een woningtekort van 150.000 of 200.000 huizen of zoiets. Mm-hmm. Nou, ik zou zeggen, bouw die allemaal van hout en van kalkhennep. We moeten nog een nieuw stadion bouwen in Rotterdam. Dus. Kunnen we gelijk een deal maken? Misschien is dat de oplossing voor de CO2-overlast, als ik dit zo hoor. Oh, daar wil ik bij zijn. Wordt dit ook gemetseld, of niet? Nou, kijk, het mooie van het gebruik van biobased, heet het ook wel, van biologische materialen... is dat je daarmee CO2 uit de cyclus haalt. Mm-hmm. Je legt het namelijk vast voor langere tijd. Je gaat het niet verbranden, want als je het verbrandt... dan komt het weer in de atmosfeer terecht. En dat is nou juist niet de bedoeling. Dus je legt het vast voor langere tijd. En daarmee kun je dus het systeem
in, hè, op kleine schaal. Maar als je dat op grote schaal gaat doen... Ja. Kan je het veranderen. Dan verander je. Je wilde geen activist worden genoemd door mij. Maar er zit wel iets in je van, je wil dit delen met ons. Je wil het de buitenwereld laten zien. Zo kan het ook. Precies, want het punt is... er wordt veel gepraat over klimaatverandering. Ik denk ook dat er nog veel meer over gepraat zal gaan worden. En voor heel veel mensen is het zoiets van... ja, maar hoe moet dat dan in de praktijk? En wij moeten echt, wat dat betreft... moeten er toch wel behoorlijk grote veranderingen in onze samenleving plaatsvinden op dit gebied. En dat is heel erg lastig om een bestaand systeem om te kunnen naar iets anders. Ja. Dat kun je eigenlijk alleen maar doen met doen en met voorbeelden. En dit is een voorbeeld, en daarom vind ik het ook belangrijk om dat hier te laten zien. Het kan namelijk. En ja, niet zo'n huis. Nee, precies. Je denkt maar niet zo'n huis. Sorry, dat ik dus. Maar bedoel, dit is toch niet voor de gewone man weggelegd? Nee, dat klopt. Nee, maar dat doet ook niet de zaken. Want het kan ook op veel kleinere schaal. Ja. Nou, dat doet natuurlijk wel de zaken. Ja, zeker. Nou, nee. Nee? Nee, het gaat om het principe. Als je het op grote schaal wil, dan moet je de gewone man zover krijgen om het ook te doen, zeg maar, of te willen, of ervoor open te staan. Dus net als met woningen isoleren en zonnepanelen. En die hele discussie, we proberen in Nieuw-West, in Amsterdam, bewoners zover te krijgen om ook duurzamer te gaan wonen. Ja, als die zeggen, ik kan mijn huur niet betalen, ik heb geen geld voor boodschappen, dan krijg je ze niet zo. Dus het is... Dan kunnen ze zeker geen zonnepanelen betalen. Nee, het lukt alleen maar... En je wilde natuurlijk dat ze dat wel doen. Ja, dat lukt alleen maar als je het systeem kunt veranderen. Ja. Pas dan kun je dat soort... Ja, dus er tegenaan schoppen van buiten. Hoe dat moet, Gerrit, staat hier is voor jou. Dit was er één voor vanavond. Maandag zitten hier onze collega's Willemijn en Erik. Ons systeem is gewoon dat als we dit deuntje horen dat we moeten afronden. En wij danken al onze gasten en een heel fijn weekend. Dag.